Mijat Maric, 2-1 tegen Mouskroen. De opdracht is gelukt. Ja, ja, het was een heel moeilijke match. Maar aan het einde denk ik dat we weer verdiend gewonnen hebben. En we moeten, vooruit kijken nu. Er is nog twee belangrijkste matchen. Ja, als we kijken naar de wedstrijd. Loker was de hele wedstrijd baas, maar Mouskroen verdedigde zeer sterk. Ja, ze zijn met een heel goede organisatie hier gekomen. We hebben een beetje te traag gevoetbald. Maar goed, dat men dat gelukt. Drie punten zijn binnen en we zijn gelukkig. Gelukkig was jij er. Je scoorde ondertussen je 10e en je 11e doelpunt als centrale verdediger. Ja, dat is een beetje raar. Maar ja, ik ben gelukkig voor de hele ploeg. Hoe voelt dat om te kunnen zeggen dat je topschutter bent van Lokeren? Ja, ik weet het niet. Het is een beetje... Ik geloof ook zelf niet. Maar ja, het is goed. Oostende won in blessuretijd tegen Westerlo. Dat wil zeggen dat we in de twee laatste wedstrijden 2 punten nodig hebben om mathematisch zeker te zijn. Dat zou toch niet meer mogen mislukken, denk ik. Ja, maar ik denk dat wij moeten gaan om 3 punten te halen in Westerlo en daarna kijken. Maar ja, we hebben een beetje meer optie en dat is goed zo. Eén ding is zeker, Loker wil op zijn minst deze groep winnen. Ja, dat is zeker. Oké, dankjewel, Mijat Maric. Zeer goed.